spreker en schrijver en ondernemer. Erg goed in voetbal was ik, heel lang. Maar op mijn 24e werd ik eruit getrapt, gewoon omdat ik niet goed genoeg was. School had ik toch al niet zoveel aangedaan. En dan ben je 24 en dan kan je niks. Dus dan heb je het een beetje over, als je het nou hebt over transformatie. Ik heb het niet alleen gestudeerd, maar ook geleefd. Ik ben later bedrijven gaan opzetten. Heel erg op een andere manier naar trends gaan kijken. En die altijd geprobeerd te verzilveren. Ik ben in 24 startups angel investor. Dus ik ga ongeveer één keer per maand behoorlijk op mijn bek. En dat doet pijn. En ja, ik ben dag en nacht bezig met veranderingen. En mij zijn een aantal dingen opgevallen de afgelopen 25 jaar. En die wil ik heel graag met jullie delen. Goed? Mooi. Dus voor mij geldt en voor heel veel mensen misschien wel, het is nooit te laat wie je eigenlijk had moeten worden. Misschien kan het op latere leeftijd ook nog. Ik merk eigenlijk dat we in een tijdperk zitten waarin de enige constante verandering is. Ik wil graag heel kort tollen. Ik heb heel veel materiaal mee, dus ik wil kort. Wie van jullie kent deze serie nog? De Six Million Dollar Man. Kijk om je heen, dan weet ik ook wie zal hem niet opsteken. Daar zitten de millennials in de ronde. Goed. Oké. Deze serie begon zo 1974. 1974. Ik ben 48. En het ging over Steve Austin. Die crashte zijn spaceship en die werd opgebouwd als een cyborg. En ik vond dat heel fascinerend. En ik denk dat daar mijn fascinatie voor technologie ook vandaan komt. Misschien ook wel wat technologie voor goed kan doen. Dat weet je altijd pas later. Als persoon denk ik, en ik ben opgevoed door mijn grootouders, die brachten in de Tweede Wereldoorlog het Parool rond, een Amsterdamse krant, een illegale krant op dat moment, met gevaar voor eigen leven. En ik ben daar door die mensen opgevoed en ik vond het al heel vroeg interessant om dan te vragen, waarom neem je nou dat risico? Als je een krant rondbrengt als de Duitsers je pakken, dan schieten ze je dood. En ook hoe kwam die oorlog nou tot stand? En ik heb heel vroeg al geleerd dat media en propaganda een hele belangrijke rol speelt in de beslissing van mensen. En daarom ben ik ook erg ethisch en qua leiderschap. Ik vind Mandela of Malala vind ik mensen die onbaatzuchtig leider zijn. Die zul je niet gauw horen liegen, bedriegen, jokken, fake likes kopen en andere dingen. Die hebben gewoon echt een doel in het leven. Nou, dat vind ik mooi. Ik ben een beetje oldschool. Dus samengevat, voor mij is het in de loop der jaren wel een omgekeerde volgorde. Als je wat jonger bent, begin je misschien met profit. Hè? Dan wil je winst maken. Ik denk dat het voor mij nu ook belangrijk is dat bedrijven en ondernemers goed doen. People plan profit. En dat educatie en technologie ons heel erg kunnen helpen.